Kun jij deze avond in 1 of 2 woorden samenvatten? Een verloren avond, in alle opzichten. En ja, daar had ik me wel wat anders bij voorgesteld. Heb jij tijdens deze wedstrijd wel eens gedacht, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ja, weet je, dat is zo'n vraag, ja. Daar kan je op zo'n moment niet zoveel mee, ja. Ik ben erin gestapt en ik ben ook wel vanavond een klein beetje geschrokken van, toch, het zit toch wel diep, de onzekerheid ook in het team. En die angst moet er wel heel snel uit, omdat je kan natuurlijk niet op deze manier in de Eredivisie blijven. Dat is onmogelijk. Dus de angst moet eruit. Dus het is vooral ook een mentale kwestie, want deze jongens kunnen heus wel voetballen. Alleen als je zo, laten we zeggen, zo snel uit een wedstrijd bent en niet één speler, maar meerdere, dan kun je geen wedstrijden winnen. Ja, we zagen een verbijsterd gebrek aan vertrouwen bij jouw spelers. Nou ja, dat klopt dus. En dan is er dus de afgelopen 7 maanden wel het een en ander gebeurd. Dan hebben ze toch wel de nodige tikken opgelopen, blijkt. En dan is het ook niet zo eenvoudig om daar dan uit te komen. Maar ja, daar ga ik dus wel alles aan doen. Want, en daar moet ik heel goed naar gaan kijken wie daar wel in mee wil en wie niet. Want ja, op deze manier, ik heb geen zin om bij ADO te komen werken en om dit te zien. Dit vind ik niet bij ADO passen. Had je verwacht dat ze wel iets verder zouden zijn dan je nu hebt gezien vanavond? Ik heb wel op de training heb ik gezien dat er heus wel jongens goed kunnen voetballen, hoor, bij ons. Alleen, ik vind wel dat je begint met samenwerken. Het begint met een bepaalde agressie ook in de duels, in het vooruit durven verdedigen. Het zijn allemaal aspecten die er wel bij komen. En elkaar ook helpen in het veld, hè, met een soort coaching. En dat heb ik ook niet. We coachen niet, we praten niet, het is stil. En dat zijn natuurlijk wel belangrijke elementen. En dan zie je eigenlijk dat Go Ahead makkelijker speelt. En dat wij verkrampt zijn en dat we daardoor ook veel fouten maken. Ja, als jullie in balbezit waren, was Go Ahead op zijn sterkst. Ja, want wij maken zelf de fouten ook waar zij uiteindelijk uit scoren. En dat is natuurlijk niet nodig. En die fouten moeten eruit. Sowieso ook in balbezit de fouten. We zijn slordig ook in balbezit. Maar dat heeft ook weer te maken met dat je de man aan de bal opties geeft. Dat je veel beweging hebt. En dat je de bal wil hebben. En dat je durft. En dat zijn wel dingen die ik gemist heb. Als er een nieuwe trainer komt, dan beoogt een club een schokeffect in ieder geval te hebben. Nou, dat schokeffect heb jij misschien boven deze wedstrijd door die dubbele wissel in de rust. Ja, nou goed, ik zal niet schromen om in te grijpen. Maar dan hadden er nog misschien wel een paar in aanmerking gekomen. Maar ik had ook nog te maken wel met 1 of 2 spelers, zoals Malone, die eigenlijk geen hele wedstrijd mocht spelen. Of kon spelen nog. Die is net terug. Ja, die hebben we daarom ook maar in de goal gezet. En het schokeffect is uitgebleven. Dat is het eerlijke verhaal. Maar, we zullen heel hard aan de gang moeten om dit tijd te keren. Ja, Wilfried Kanon had eerst het keepershirt aan toen Zetkoers werd weggestuurd. En toen heb jij dat overruled, denk ik, hè? Dat klopt, omdat ik had nog niet het scenario doorgesproken in de afgelopen 2 dagen. Dat ik er ben, dat dit